stelletje draaiende topambtenaren. Gaat ze weer, ja. Ja. Een stelletje draaiende topambtenaren. Dit is toch een uitspraak die je als een serieus Kamerlid niet kan doen, Renske. 17 jaar heeft ze in de Tweede Kamer gezeten. Renske Leijten van de SP. Geliefd hier in Den Haag, maar ook in het land vanwege al haar inzet. Met name ook voor de toeslagenaffaire die zij mede aan het licht heeft gebracht. Ja, dan is het natuurlijk afscheid nemen nu. Want vandaag, op deze dinsdag, ja, dan gaat het allemaal gebeuren. Hè? Dan krijg je zo'n afscheidsspeech van Vera Bergkamp. Ja, ik laat het een beetje over me heen komen. Man en twee zoons, ook op de tribune vandaag? Nou, ik hoop dat ze toch wel in de voorzittersloge mogen. Ja, ja precies. Ja. Want je hebt ook twee zoons. Hebben die eigenlijk veel moeten lijden? Is een beetje een groot woord. Maar heeft het Kamerlidmaatschap in al die jaren ook veel van hen gevergd? Poeh. Kijk, het is natuurlijk altijd een enorme concurrentie in tijd geweest. Ik heb wel altijd geprobeerd als ik thuis was dat ik dan niet te veel aan het werk was. Maar ja, er komen toch altijd telefoontjes tussendoor en noem maar op. Maar het is niet de reden om te stoppen. Ik bedoel, zij hebben een werkende moeder en dat is ook een voorbeeld. Ja, zo is het ook. Wat is de reden om te stoppen? Kort gezegd denk ik dat ik mijn rol beter kan vervullen buiten de Kamer dan in de Kamer. En daar heb ik lang over nagedacht om daartoe te komen. Maar ik heb eigenlijk sinds ik hier zit, sinds 2006, altijd gedacht... buiten vind ik veel leuker dan binnen... En nu is de tijd om buiten ook de democratie te gaan dienen. Ik denk dat mensen jou ook wel zullen gaan missen. Vooral deze mensen waar je zo hard voor hebt gewerkt. Ik zag laatst een foto voorbij komen. Die raakt misschien wel aan de kern waar jij voor staat, hè? Hoe kijk jij naar deze foto? En hoe moeilijk is het dan eigenlijk om daar misschien ook nu afscheid van te nemen? Of neem je dat eigenlijk niet? Ik neem absoluut geen afscheid van deze mensen. En ik neem absoluut ook geen afscheid van hun strijd. En op dat moment wist ik ook al, ik ga hier weg. Ik kan me nog herinneren dat ik net een interruptiedebatje met Rutte had gehad... over of het wel of niet onverschillig is als je de boel zo in de soep laat lopen. Ik vind dat onverschillig. Als je toch de leider van het land bent, dan kan je toch ook zorgen dat je dit oplost. En toen kreeg ik van een van hun een berichtje over iets wat er bij hun thuis is gebeurd. Dat is privé voor hun. Maar dat staat dan in zo'n schril contrast met het gevecht in het debat. De bureaucratie van een voortgangsrapportage, wat eigenlijk een stilstandrapportage is. Dat ik toen dacht, ik loop naar boven, daar ben ik meer nodig. En we hebben op de gang een potje zitten huilen over wat er dan in dat persoonlijk leven gebeurt. En toen dacht ik, het is goed dat ik hier wegga. Want het is goed dat ik een debat kan voeren. Maar ik voel me zo vaak met lege handen. Terwijl de handen zijn helemaal niet leeg. We zijn veel krachtiger als bevolking dan wat er hier in Den Haag gebeurt. Die toeslagenaffaire blijft een rode draad door je hele leven, denk ik. Had je ooit kunnen vermoeden toen je 17 jaar geleden... aan de hand van Jan Marijnissen hier dat Tweede Kamerlid, dit Tweede Kamergebouw... nou, niet dit gebouw, maar een ander gebouw inloopt. Omdat dat het thema zou zijn waar je misschien wel je hele Kamerlidmaatschap... dat zo alles bepalend is geweest. Nee, dat heb ik natuurlijk nooit voorzien. Ik bedoel, ik denk dat als ik toen had gezegd... joh, luister eens, de Belastingdienst die maakt mensen onterecht fraudeur... en die ontneemt hun hele leven, dan zou iedereen denken, die is koekie. Dat konden we natuurlijk ook helemaal niet voorstellen. Dat is ook nog altijd iets wat heel veel mensen nog steeds niet goed kunnen voorstellen. Maar het is wel gebeurd. En dat oplossen vergt heel veel van heel veel mensen. En je ziet dat er binnen de rechtspraak van alles aan het gebeuren is. Je ziet dat er bij uitvoeringsdiensten van alles aan het gebeuren is. En het feit dat mensen die nummers waren gemaakt weer mensen zijn geworden... dat eigenlijk mijn... Dat is waar mensen aan denken als ze aan mij denken. Daar ben ik ook wel heel trots op. Je hebt ook wel eens vaak afgegeven denken op hoe de Tweede Kamer functioneert. Je noemde het volgens mij bij je afscheid ook nog giftig. Ja. Dat klinkt wel heel hard. Kijk, je moet elkaar hier de waarheid zeggen. Je moet klaarstaan om af te rekenen met bullshit. Maar mensen staan ook klaar om af te rekenen met jou. Dat is inherent aan het politieke wereld. Dat moet jij als journalist doen ten opzichte van mij en ik als Kamerlid ten opzichte van bewindspersonen of andere Kamerleden. En ook dat begon ik steeds moeilijker te vinden. Ik werk gewoon met sommige Kamerleden ontzettend fijn samen. Die respecteer ik heel erg als mensen. En toch vind ik dat ik die wel de waarheid moet zeggen in het debat. En dat is best ingewikkeld. Dat maakt je... hard soms, harder dan je wil zijn. De afgelopen 17 jaar heb je ook wel redelijk vaak zien uitdelen, fors ook, in de Tweede Kamer. Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Simons graag willen vragen of zij vindt dat ik een racist ben. En dan zitten uw vingers tussen de deur, zeg ik tegen de minister-president. We laten die ouders, ook al weten we dat het onterecht is, creperen onder beslag. Het gebeurt altijd. U bent zo aan de beurt. Stelletje draaiende topambtenaren. Gaat ze weer, ja. Ja. Een stelletje draaiende topambtenaren. Dit is toch een uitspraak die je als een serieus Kamerlid niet kan doen, Renske. En dan is deze notitie niet naar de commissie Donner gegaan. Ja hoor, ik heb een goede rechtse in huis en ook een goede linkse. Ik vind dat de waarheid gezegd moet worden. Natuurlijk heb ik wel eens teruggekeken. Ik dacht, nou, moet dat nou? En helemaal als je het geïsoleerd ziet, als dat het enige is wat je ziet, dan denk je, jeetje, gaat het parlement er zo aan toe? Maar ik heb wel altijd, ben wel altijd op de inhoud geweest. En natuurlijk heb ik, kijk, als ik het met een nieuwe bewindspersoon te maken kreeg, dan was ik altijd op zoek naar hoe krijg je die bewindspersoon boos? Dat is een spel. Maar je weet ook dat op het moment dat je dat krijgt, dat je dan op de inhoud verder komt. Omdat iedereen heeft hier toch ook een soort van harnas. En als je dat weet te doorbreken... Uit balans brengen. Ja, maar dan kom je juist wel verder op de inhoud. Dan kom je dat misschien voorbij. Ik heb absoluut uitgedeeld. Ik heb ze ook absoluut ontvangen. En ik vind het niet erg dat ik dat niet meer hoef te doen. Is er iets waarvan je eigenlijk terugdenkt van, nou daar, ja, dat is een beetje een clichévraag, maar dat is mijn grootste blunder of mijn gekste moment of iets geweest? Ik weet nog dat ik een keer, toen was ik zwanger en toen ging ik met verlof en toen kreeg ik een rompertje van Van Rijn. Die was toen staatssecretaris en dat was een rompertje van de PvdA en dat vond ik zo'n flauwe rotstreek. Niet dat hij me iets gaf, maar dat het dan wel weer partijpolitiek was. Toen heb ik zo hard gereageerd dat ik dacht, dat had ik niet moeten doen. Nou, wat zei je dan? Iets lelijks over de PvdA. En dat kan natuurlijk altijd, dat kan over iedere partij. Maar daarvan dacht ik wel later, had ik dat nou maar wat liefdevoller omarmd. Je blijft wel betrokken bij die toeslagenaffaire, maar dan op een hele andere manier, hè? Ja, ik vind al heel lang dat er een boek moet komen over Eva González-Pérez. Zij was de advocaat die eigenlijk door... aanhoudend, zowel bij de rechter, de nationale ombudsman, op een gegeven moment het bellen van Pieter Omtzigt, de dossiers geven aan Farid Assarkan, later ook aan mij... ja, echt de geschiedenis van Nederland heeft veranderd. Want daardoor is zij was de eerste sneeuwbal en daarmee is de lawine eigenlijk gekomen van wat is daar nou aan de hand. Ik heb al heel vaak tegen haar gezegd, je moet een boek schrijven of neem iemand in de hand om een boek te schrijven. En toen dacht ik, waarom ga ik dat niet gewoon zelf doen? Dus ik ga de komende tijd met heel veel mensen over haar praten en ga ik proberen haar biografie te schrijven die natuurlijk ook over toeslagenschandaal gaat. Okay, dat is een hele mooie opdracht. Geniet van je afscheid en dank voor je inzet. Dank je wel.